Welkom kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Build Off! Op mijn kanaal. Zo. Jongens, het is echt lang geleden dat ik dat gezegd heb. In ieder geval, jongens, Minecraft Build Off. Voor degene die niet weet, het is iets namelijk heel simpel. Het is een concept wat ik ooit gedaan heb op dagelijkse HD. En nu alweer ga doen op mijn kanaal. Het gaat als volgt. Ik heb hier twee hele goede deelnemers. En deze deelnemers gaan strijden. Die krijgen van mij zo meteen een onderwerp. En dan moeten ze gaan bouwen in precies een kwartier de tijd. Aan het einde van de episode, dan, dus is de, als het kwartier om is, dan moeten ze laten zien wat ze hebben. Dan gaan we er naar kijken. En dan mogen jullie kijkers gaan stemmen in de straw poll beneden in de beschrijving. Wie van deze vier heren gewonnen heeft. Zonder te veel bullshit. Onze vier heren, we beginnen eerst. Links is Mees. Hallo Mees. Marijn. Hoi. Is een van de bouwers van Mindtopia op het moment. Heb je BD Wils? Ja. Hi. Hij is een YouTuber, dus hij is niet zo goed. Hebben we Enduren, nog een bouwer. Hi. Hallo Joost. En we hebben Matthijs van Teveel gevraagd, want we hebben altijd een soort van mascotte nodig. Dus Matthijs is er ook bij. Jongens, willen jullie het onderwerp weten? Ja. Hij gaat meteen af, hè. Dus dan meteen ga ik het onderwerp zeggen en dan gaan we meteen beginnen. Ik houd bij Hero op mijn stopwatch op mijn telefoon. Wat we gaan bouwen zometeen is... een zwembad! En 3, 2, 1, let's build! Alright, mensen, jongens en meisjes, dames en heren, ze gaan dus beginnen. Ze hebben precies een kwartier... What the fuck, Willem, voor... Dat is jouw logo! Ja, ik zie het niet pas. Ik dacht, ik doe ze even lekker gek. Lekker gek. Nou, je ziet inderdaad, dus ze hebben dus inderdaad allemaal vierkant dat precies even groot is. En in dat vierkant moeten ze allemaal een zwembad zien te bouwen. Dus allemaal hetzelfde onderwerp. Wat het mooiste is. Het zijn kleine zwembaadjes dit keer. Ik dacht van nou, we gaan zorgen dat ze kleine dingetjes moeten bouwen. En ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. Dus je hebt precies een kwartier de tijd, jongens, om iets ervan te gaan doen. Nou, ik ga even vragen als eerst aan Matthijs is dit. Matthijs. Ja? Wat moet er sowieso in een zwembad? Een duikplank natuurlijk. Een duikplank, jongens. Dat houdt in. Dus op het einde, als iemand dat dus zegt en je mist dus je duikplank. Je hebt geen duikplank, gaan gewoon punten af, hè. Kijk, dus onthoud dat. Dus er moet een duikplank in, want Matthijs heeft dat gezegd. Dan gaan we naar de volgende, dat is Enduren. Hallo Joost. Hallo. Wat moet er echt per se in een zwembad? Sowieso een parasol. Een parasol in het zwembad? Ja. Oké. Okay, niet erin, maar daarnaast. Oké, dus er moet dus een parasol in de buurt van je zwembad zijn. Anders gaat er ook inderdaad puntenaftrek bij al komen door de kijkers. Dus houden jullie allemaal rekening mee. Dus er moet dus in ieder geval al in zijn een parasol en een duikplank. Dankjewel Joost. Dan gaan we even kijken naar de volgende. En dat is BD Wils. BD Wils. Hi. Waar staat BD voor? Voor een grote jongen. Big Dude. Big Dude Willem. Oké, Big Dude. Dude Willem. Vertel. Ja. Nou, wat er sowieso bij moet, is zo'n kraampje waar je ijs kan kopen. Gaat het passen nog hierbij dan? Natuurlijk wel. Nou, er moet dus een ijskraampje bij zien te komen. Dankzij Willem. Dus inderdaad, bij je zwembad, een parasol, een duikplank en een ijskraampje. En dan gaan we de laatste deelnemer, dat is Mees Marijn. Marijn, wat moet er in een zwembad? Zwembad. Water. Een zwembad. Water, kijk. Duidelijk antwoord, er moet in het zwembad water. Zit er geen water in je zwembad, dan krijg je heel... Dat is lastig, man. Krijg je wel heel veel punten af. Jongens, hoe krijg je water? Dus /ZR. ZR, die. 6-steen teken ook. Oké, jongens, ik zie Matthijs, die gaat beginnen met water in zijn zwembad doen, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat is Matthijs, een van de punten. Ja, stroomversnelling. Hey, dat is een goeie, dankjewel. En daarnaast kun je natuurlijk naast stroomversnelling ook natuurlijk een glijbaan, jongens. Een glijbaantje. Oeh, jongens, inderdaad. Oké, nou, ik ben benieuwd wat Joost en Duren gaat doen. Joost en Duren is de eerste keer dat hij in de Minecraft Build Off is op mijn kanaal. Dat is de eerste keer dat ik hem toe sinds tijden weer op mijn kanaal, in ieder geval. Maar gisteren, of eergisteren, heb ik hem toevallig gezien bij mij in de serie van Mindtopia. Hij is natuurlijk de designer van de Walmart. Dat was jij, hè? Ja, samen met een paar anderen. Dus dat houdt in dat, hoge verwachtingen van Joost en Duren, jongens. En je ziet hoe snel hij dat doet. Hij kan al die commands uit zijn hoofd, dus hij heeft een soort voorsprong. Je zag hem in één keer het allemaal veranderen, hè. En het centrum staat er nog. Ik zie wel een leuk vormpje in jouw zwembad. De rest het allemaal vierkantjes. Tot een bepaalde hoogte. Ja, oké. Nou, Joost, ik ben benieuwd wat jij hiervan gaat maken. Ik ook. BD Willy. Ja. Willy. Wat is dit? Dit is jouw duikplank. Dat is mijn duikplank. Ik ga nog meer maken. Waarom maak ik het kapot? Nee, niet kapot maken. Ik ga niets kapot maken. Ik ga alleen springen van je duikplank. Oké, dit ziet er leuk uit. Oh, ik zie denk ik al wat Willem hier gaat doen. Willem, ik ben hartstikke benieuwd wat je ervan gaat maken nog, hoor. Bam! Ja. Watervalletje, ja hoor.
Wat dit, ga je dan nou zeggen dat iedereen het hoort? Sportiviteit, hè, jongens van Willem. Ja, nee, ik ben aardig. Ja, dat is echt super sportief in ieder geval. Inderdaad, een watervalletje wordt hier gemaakt door B.D. Willy. En ja, hij maakt hartstikke mooie kleurtjes inderdaad. Ik zie het helemaal leuk. Ja, jongens, je krijgt natuurlijk allemaal punten als je het leuker aankleedt, hè. Dus het is niet slim om natuurlijk altijd alles te vertellen. Wow, ik zie hier ik zie Marijn losgaan met iets. En ik heb echt geen idee wat je aan het maken bent, Marijn. Een hout is dit, wordt het zwembad. Oh, wacht even. Ik heb natuurlijk de texture pack van mijn Topia aanstaan. Dus de vloer was allemaal van die roze petjes gemaakt. Oh. Oké, zo. Ik ben hartstikke benieuwd wat hij gaat doen hiermee. Want tot nu toe... Ja, jij bent degene die op dit moment ik het minst heb staan. Mees? Komt goed. Komt goed. Voor jou ook hoge verwachtingen. Ik vertrouw erin. Ik vertrouw erin. Een houten zwembad. Ik zie hier een zwemmen met kwartsende randjes. Hier zie ik een eentje met stone. En hier zie ik met iron blocks. Ze hebben dus allemaal een andere soort approach. En allemaal een ander vormpje. Dat is wel leuk. Dus ik ben echt hartstikke benieuwd wat er gaat worden. Nou, ik zie dit. Dit is Matthijs. Nou, Matthijs, het ziet er leuk uit. Dit moet je geheim houden, hè? Ja, ik zeg niks hardop. Ik zeg niet hardop wat het is. Het is wel leuk. Oké, good. Ik ga er ook niet meer gebruiken. Ik weet eigenlijk niet hoe dit werkt, maar ja. Je moet er, ik ga dus niks zeggen. Maak er maar wat leuks van. Oké. Okay. Nou, ik zie een duikplankje verschijnen hier ook bij meneer en Duren. Heel goed, jongens. Oké, kijk of we het nog weten. Joost, wat moeten we allemaal in de zwembad hebben? Een duikplank, een parasol, een ijskraampje en water. En water, hartstikke goed. Ik zie Oh, Willem is lekker bezig. Ja, Willem, zeker. Je doet het niet slecht. We zitten ondertussen op 5 minuten. Dus je hebt nog 10 minuutjes de tijd om het helemaal aan te kleden. Jongen. Mooi te maken, allemaal goed Alle te doen. Tijd. Hey jongens, heeft iemand al gedacht aan een bubbelbad? Ja, die heb ik hierboven. Lekker chillen. Watervalletje met een bubbelbad. Dus je glijdt vanuit een warm waterbad in één keer het koude bad in. Ja. Als je even niet oplet. Oké, nou, bubbelbadje natuurlijk waar je kan chillen. Dat zal natuurlijk hartstikke handig zijn. Natuurlijk inderdaad de snacktent. Hè? De ijskraam van Willem. Misschien verkopen wij de snackbar. Dat zou ook hartstikke handig zijn natuurlijk. Hè? Wat dachten jullie van misschien van die matjes waar je op kan drijven? Oeh, een bad eend, hè? Gewoon een grote bad eend. Zo'n krokodil, weet je wel, je op kunt zwemmen. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, Willem, ik ben benieuwd wat Willem hier neerzet. Willem heeft ook iets anders neergezet. Dit is heel handig. Heel erg relaxed, Willem. Maar... Ja, klopt. Als zodra je uit het zwembad komt, hè, wat gaan jullie dan meestal doen als je klaar bent met zwemmen? Afdrogen. En waar doen we dat mee? Handdoeken. Dus, jongens, dat kunnen we nog meer in mij neerleggen. Een handdoekje. Oh, kijk, het vormpje zie ik van Mees verschijnen. Mees, ik zie nu al een leuk vormpje al. Ja, ik zie het idee. Ziet er leuk uit. Had je nog wel genoeg ruimte over voor je duikplank? Mijn duikplank komt er zeker. Oké, de duikplank moet nog komen en er moet nog een kraampje komen. Ze hebben heel weinig ruimte. Ja, het was heel een leuke voorstel van Willem, maar omdat ze zo weinig ruimte hebben, wordt het heel erg lastig natuurlijk. Ik zie Willem weer een leuk vormpje maken aan de zijkanten. Oh, Joost, dit ziet er strak uit. Zeker. Ja jongens, de hoogste verwachtingen zijn natuurlijk van Joost. Dus als Joost een foutje maakt, dan is het... Is die een lul? Is het even nekslag voor Joost. Ontslagen uit Mantopia gewoon. Hey. Oké, Matthijs, is het ook wel een leuk vormpje? Oh! Ja, ik probeer maar wat, weet je. Oh, dit ziet er leuk uit. Ja. Kut, ik moet nog een parasol kwijt. Ik ben de lul. Op dit moment heeft één persoon de parasol staan. Ja. Is het niet zo erg als ik die punten mis? Nou ja, ik weet het niet. De kijkers zijn misschien heel streng, hè. Punten missen is... Het is echt heel streng. Shit. Ja, het is echt zo. Want ik ga ook mijn meningen geven uiteindelijk. En als mijn mening... Die telt natuurlijk wel mee. Natuurlijk. Oké. Ik zie hier al... Oh, ja, ik zie wat Joost aan het bouwen is. Joost, dit is heel erg slim. Ga je delen met de anderen of heb je iets van... Nee, ik hou het lekker geheim. Ik hou het lekker geheim. Volgens mij weet ik wat je hier aan het maken bent. Het ziet even er echt... X-ray aan. Oh ja. Zilver. Oh ja. En dan is het in één keer surprise. Bloep. Ja, ik zie het. Precies. Nou, Joost is lekker bezig. We zitten ondertussen op 7,5 minuut. We zitten dus precies op de helft van het bouwen, jongens en meisjes, dames en heren. Het wordt spannend. Want Matthijs is hier ook iets aan het bouwen. Ja, dit is ook wel iets wat... Ja, ik weet niet. Niemand heeft, denk ik. Oh, ik denk dat het is wat... Wat ik denk dat het is. Ja, ik zie het. Ik zie het. Ik heb nog wel één ding. Even één dingetje wat belangrijk is. Volgens mij heeft niemand het nog gemaakt. Dus ik ga het ook nog niet melden. Ik weet het niet of ik het moet melden. Ik weet het niet. Ja, ah, voor mij mag het wel, hoor. Oké. Op het moment dat je in het zwembad gaat, hè, hoe kom je er meestal uit? Trappetje. Hey, de trappetjes. Ik ben echt benieuwd. Ik ben nu met Mees aan het kijken. Oh, Mees is lekker bezig. Met Mees, hij is eigenlijk Marijn, maar ik zeg altijd Mees tegen hem. Je heet Marijn, toch? Ben ik nog gek? Ja. Nou, Marijn is lekker bezig hier, ik zie een leuke duikplank hier. Ik zie het al. Ziet er grappig uit, super weten.
Maar ja, of de vraag is of het veilig is, Mees. Want kijk, als je even naar mij kijkt, ja, waar ga ik? Dan is het van, ik ben een kindje van 2 en is het... Juist, dat dus, dat dus. Ja, maar hetzelfde geldt. Hetzelfde is bij Willem, is hetzelfde geval. Niet bij Enduren. Enduren valt hij mee, want er staat namelijk een soort van beveiliging bij. En als ik kijk, de laatste heeft die van Matthijs helemaal gevaarlijk. Wat is er gevaarlijk aan? Oh zo! Oh ja, dat kan ik wel fixen. Dan ben ik dood, man. Dus de kinderen van 2 vinden dat niet leuk, denk ik. En ouders ook niet als het doodgaat, zeg maar. Ik vind het niet zo gezellig, denk ik, die ouders. Ik zie Willem meteen... Ik heb meteen... ook eerste hulp hier, dus dat is weer gefixt. Oh, de EHBO? Heb jij een EHBO'tje? Ja, tuurlijk. Die maak ik hier gewoon bij. Ah, Matthijs gaat voor de Tiki Bar aanpak. Het ziet er leuk uit. De Tiki Bar, waar kan je ook drank kopen bij jou hier in je zwembad? Nee, het zijn kinderen die hier natuurlijk zwemmen. Dus verkoop jij drank aan de kinderen? Heb je van die dronken mensen die er ook tussen zitten? Ja, dat doet maar... Dat doe je toch altijd in je vrije tijd, man. Dat is toch gezellig. Oh, ik zie ook wel een heel mooi huisje hier staan in de hoek hier bij Mees. Bij Marijn dus. Marijn, het ziet er goed uit strak. Ik zie je themaatje een beetje vooruit komen. Maar de vraag is, hou je de paarse grond? Nee. Dat wordt geen paarse grond. Dat wordt geen paarse grond, vond ik al een beetje gekjes. Ik zie Willem. Willem die heeft ook iets wat nog steeds andere mensen niet hebben volgens mij. Dat zijn deze dingen. Ja. Dat wel nodig hier. Slim bedacht. Volgens mij heeft niemand dat nog. Helemaal. Nee, niemand nog. Niemand nog. Even kijken, met Willem denk ik de meeste attributen al. Willem heeft letterlijk alles meteen gemaakt wat hij moest maken. Hij heeft water. Hij heeft de ijsbar is nog niet helemaal af, maar de ijsbar, parasolletje en een duikplank. Dus Willem heeft in ieder geval alle puntjes al binnen. Dat is belangrijk. Joost heeft ook op het moment bijna alle puntjes binnen. Hetzelfde geldt voor Matthijs, ook bijna alle puntjes binnen. En ook hetzelfde geldt voor Mees. Mees die mist nog, even kijken wat mist hij nog, 1 puntje ook. Die vergeet het niet hè jongens, die vergeten allemaal 1 puntje. Willem gaat voor de aankleding. Want dat is wel leuk, want ik zie Joost, die heeft ook een lekker themaatje gemaakt. Dat is wel leuk. Joost is bezig met een themaatje hier in het hoekje. Wat is dit, Joost? Of is het gewoon mooi gedaan? Ja, het is gewoon een boompie. Een boompie, met een soort tropisch zwembad. Precies. Een tropisch zwembad met stenen grond. Ja, dat kan allemaal. Nou, oké, ik ben aan het kijken nu bij onze grote vriend Matthijs. Matthijs. Ja? Is dit je parasol? Ja, maar telt dit? Ja, toch? Tuurlijk, ja. Als jij zegt de parasol, is het de parasol. Ja, maar dan kan ik van alles zeggen, toch? Ja, dat is een parasol dit. Ja, dat kan. Als jij dat wil. Ik weet niet of de kijkers het mooi vinden. Dat is de vraag. Ik bedoel, de kijkers bepalen. Jullie kijkers gaan dus bepalen of ze winnen ja of nee. Of je het leuk vindt ja of nee. Dan mogen jullie allemaal laten weten. Laat ook meteen even weten inderdaad wat voor soort gebouw we de volgende keer moeten gaan maken in Minecraft Build-Off. Of wat voor soort thema. Want hun horen het thema echt 5 seconden voor de wedstrijd. Nou, 3 seconden zelfs. Want ze moeten namelijk meteen beginnen. Dus ze moeten in één keer improviseren en het maken. Ondertussen hebben we nog maar 3 minuten. En Mees, je moet nog heel wat doen, denk ik. De parasol, die komt er. De parasol nog. Het is een beetje donkertjes hier dan, jongen. Het is een beetje een creepy, raping zwembad. No offense, natuurlijk. En niemand heeft... Dat is wel het thema waar je van gaat. Dat is het thema. Oké, ik zie hier wel een trappetje al om eruit te komen bij Willem. Dat is heel slim, Willem. Willem heeft een trappetje. Kindvriendelijk. Joost heeft een trappetje. Toevallig precies dezelfde manier als Willem. Ah, shit. Bijna. Joost heeft hem nog iets leuker uitgebouwd. Heel goed. Heel slim. Ja, het ziet er leuk uit. Ik zie jacuzzi's met 2 mensen. En Matthijs die... Oké, Matthijs die zit ook aan te kleden. Dat is heel goed. Ja, ik zit ook beveiliging te maken. Ja, beveiliging is nu onderweg. Ik ben benieuwd hoe Matthijs... Beveiliging, pas op, niet vallen. Dat is de beveiliging, oké. Ik ga kijken wat er staat, dat beveiligingsbordje. Dude, really? Oké, ja. Goed. Nou, ondertussen hebben we Mees kijken. Hij heeft een themaatje gemaakt, een simpel themaatje van hout. Heel veel hout, dat kan natuurlijk. Ik zie bij hem kisten staan van de ijsjesverkoop. En ik ben benieuwd inderdaad hoe het allemaal te werken gaat. De enige die echt iets bijzonders heeft, wat niemand anders heeft gemaakt, is op het moment toch echt Joost. Kut. Joost is de enige met iets wat wat anderen niet hebben. Maar Joost heeft ook weer iets wat Willem en Matthijs niet hebben. Willem en Joost zijn echt lekker aan het aankleden. Ondertussen nog de laatste 2 minuten van de wedstrijd. Nog 2 minuutjes te gaan en dan houdt het op. Dan moeten ze helaas... Dat waren ook weer de puntjes. Ja, dat moet je vragen aan je mededeelnemers. Okay, ja, die gaan niks zeggen. Ja, niks zeggen.
Oh, meestempo, jongen. Schiet op, man. De tijd begint te lopen. Kom op. Je hebt dit. Je kan dit. Heel even nog, jongens. En Mees, pas op. Hè. De gevaar, je hebt wel gevaar nog steeds, hoor. Bij je duikplank, man. Oppassen. Gevaarlijke duikplank nog steeds. Matthijs heeft nog steeds gevaarlijke duikplank. Niks gevaarlijk. Alsof, kijk, ja, aan de bordjes. Ja, niet onder de 16, maar kunnen ze... ik val ook nog wel misschien van de duikplank af als je niet oplet. Oh, man. Maakt niet uit. Oké. Okay. Even kijken. Dit is de bar natuurlijk. Kassa. Het is heel slim dit gedaan allemaal. Rektje. Oh, rektjes. Wat is rekje? Geen raketjes, maar rektjes. Oké, okay, 1 euro ondertussen nog, jongens. Laatste minuut is ingegaan van de Minecraft build-off. De allereerste episode weer op mijn kanaal. Inderdaad, jongens, laat even weten wat je ervan vindt. Doe even een blauw duimpje omhoog alvast achter. Want ja, ik vind het in ieder geval leuk om te commentaten. En natuurlijk te gaan oordelen over andere mensen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Jongens. Willem is hier lekker bezig. Lekker bezig, Willem. Mooi themaatje zie ik. Het ziet er goed uit. Strak uit. Zeker weten. Jongens, de laatste 45 seconden zijn ingegaan. Of 45 seconden mee. Tempo maken nog erin. Holy moly. Holy moly, Mees, ik kan nog niemand uit je zwembad bijna. Ja, trap je. Hier, ah, daar is je nu mee bezig. Oké, ik zie het, Mees, lekker bezig. Matthijs is ook nog lekker bezig met de laatste paar aanpassingen. 30 seconden eraan en dan houdt de build-off op, jongens. Als ik bij 0 ben, zo meteen met aftellen, moeten jullie omhoog vliegen. En dan mogen jullie niks meer doen. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Matthijs, die flikker nog even een paar blaadjes tegen de muur aan. In de hoop, maar hopelijk wordt het mooi. We zullen het wel zien. 15 seconden nog, dames en heren. Opschieten. Denk aan de punten. Hebben jullie een parasol? Hebben jullie water? Hebben jullie een duikplank? Hebben jullie een ijsjesbar? Hebben jullie ook een verkoper? Heel goed, dan gaan we nog 3, 2, 1. En omhoog vliegen. Oh, ik wil net lekker chillen in mijn eigen zwembad. Einde build-off. Alright, we staan nu in het midden met z'n allen. En dan gaan we natuurlijk kijken, voor jullie kijkers natuurlijk, welke gebouwen gemaakt zijn door welke spelers. En kijken of het een beetje uitziet. Willem, getal onder de 4. Ja. 2. 2, goed, mooi. En Duren, getal onder de 4. 3. Mooi. Mees, getal onder de 4. 1. Jij bent als eerste. Oh. Yay! We gaan naar Mees toe. Jongens, we gaan lekker zwemmen met Mees. Hij gaat een zwemfeestje in zijn mooie gebouwtje hier. Dat hij hem zet. 0 natuurlijk, dat het weer lekker licht is. Mees, neem ons mee. Ja. Vertel over je prachtige zwembad. Nou, mijn verkopers zijn weggelopen. We staan hier nu. Oh ja, ik zie het. Ja. Ja, 2 mensen die hier werkten. Dit is jouw parasolletje. Om te zitten, ja, parasol. Parasol. Hij natuurlijk hier lekker chillen op de bank bedden. Ik ga bij mij zwemmen. Jongens, werkt het allemaal, het zwembad? Ja, hè? Hey. Ja. Kunnen we er ergens veilig uit? Ja, hoor. Hier is het trappetje. Hier kun je er veilig uit. Hartstikke goed. En dan gaan we kijken. Is het veilig om hierop te klimmen? Ja, hoor. Ik vind het best wel veilig om hierop te klimmen. Je kan hier duiken. Hij heeft een duikplank van 2 hoogtes. Dat is erg leuk. Nou, in ieder geval, dit is die van Mees, jongens. Oh, je werknemer verdrinkt. Ja, hij is een beetje gek. Een beetje stomme werknemer, Mees. Ga hem ontslaan. Hij was er klaar mee. Oké, we gaan op naar de volgende. De volgende is hiernaast en dat is die van Willem. Ja. Willem, ja, neem ons mee. Nou, hier, kijk, als je natuurlijk hier binnenkomt, je hebt een mooie cocktailbar. Nou, cocktail kost 20 euro's. En je kan ook een raketje ook te koop voor 3 barkies. Je verkoper. Zo, dat is wel heel duur. Ja, dat is een dure barkies. Dure raketjes. Maar ik heb een leuk looppaadje gemaakt hier. Dus extra grip als je blote voeten loopt natuurlijk. Ja, dat is slim. Extra grip, extra veilig punten. Kan je hier natuurlijk van je duikplank af. Zo, dus wel nog een extra waarschuwing. Ja, niet iets breken. Wees slim. Dat is ook heel logisch. Dus dan spring je zo af. Woehoe. Ja, hij werkt. Oké, okay, mooi. Het is 2 diep hier, though. Dat is fijn. Die kan je eruit. Ja. En kan je hier zo bij de trappetje kan je zo... Woep. Je kan eruit. Hartstikke fijn. En je bent eruit. Heb je hier nog een soort van watervalachtig iets. Woehoe. Het ziet er leuk uit. Een versnelling, een stroomversnelling. Met een leuk parasol natuurlijk. Ja. Hier kan je nog een beetje gaan liggen als je dat wilde. Chillen. Een mini duikplankje. Woehoe. Matthijs in het bubbad. En een jacuzzi. Ja. Matthijs in het bubbad. Dus alle punten zijn aanwezig. Hartstikke goed. Het ziet er hartstikke leuk uit. Zeker weten. Mooie aankleding hier aan de zijkant. Ja, bedankt. Kijkers, neem het zeker mee in je eindbeoordeling. Ik hou van je. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is deze, dat is die van Joost en Duren. Ja. Joost, neem ons mee. Nou, even kijken. Nou, je hebt hier gewoon het zwembad. Leuk vormpje, niet te vierkant. En ik vind een jacuzzi hierboven. Trappetjes, je kan er lekker veilig uit hier. Ah ja, ik zie trappetjes. Hartstikke fijn. Makkelijk hier, trappetje. Zijn de kleedhokjes, die heb je natuurlijk nodig. De kleedkamers, jongens. Die heeft niemand anders. Dit heeft alleen Joost, die kleedkamers. Oh mijn god, die zijn awesome. Hier heb ik een mini stukje zand. Gewoon met handdoekjes en een parasol. Beetje themaatje van de beach en lekker zonnig. En ik dacht een palmboom erbij, toch? Water, zand, shit. Pas erbij, naar de duikplank. Ja, hartstikke veilig. Veilig genoeg.
precies. En je hebt natuurlijk een winkeltje. En de verkoper is een creeper. Ja, precies. Er moesten raketjes staan, maar dat heb ik fout getypt. Raketjes. Okay. Daar is zo'n bak met ijs, weet je wel. En een overtje, ik dacht van, ik weet niet wat er in die oven moet. En een kassa. En een kassa en een patatbakkerij. Oké, nou. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Het thema is natuurlijk beachachtig. Hartstikke leuk, hartstikke tof. Er zijn natuurlijk plantjes gemaakt hier, oh. Je hebt de kleedhokjes die iemand anders heeft aanwezig is te kijken. Als vieze dik vanaf bovenaf. Chillplekjes hier gemaakt. Jacuzzi's. Ziet er goed uit. Zeker weten, op naar de allerlaatste, zeker niet de minste, Matthijs. Yes, we gaan als eerst eventjes naar de duikplank, want dit heeft volgens mij niemand. Nee, niemand heeft het gedaan op de manier die jij hebt. En het is best veilig, want er staat niet onder de 16. En wanneer je er afvalt, kun je hier zo naar binnen. Joe, poep, ja. En dan heb ik hier de EHBO. Dus stel je valt er vanaf. Ja, dan kun je altijd eventjes langs de EHBO. Het is wel heel eng EHBO. Oké, let daar niet op, ja. Daarnaast koop ik ook, dit moeten eigenlijk raketijsjes shit voorstellen. Ik weet niet wat het moet voorstellen. Ik zie het, Maar ik verkoop in ieder geval iets. Ja, heel slim, dus ja. Dus ik hoop ja. dat ik die punten ook binnenpak, zeg maar. Binnenkrijg. Dit zijn de opblaaskrokodillen. En dit zijn dan van die opblazen dingen, weet je, waar je op kan liggen. Oh ja, dit zijn de opblaasbedden. Zeker weten. Uh-huh. Je ziet hier de snel in elkaar geflanste muur natuurlijk. Nee, dit is, heb ik hier al heel lang over gedaan. Oh, dit is de mozaïekje. Zeg maar. Helemaal, ja. Zeker. Helemaal. Architect, en hier een trappetje waar je natuurlijk heel veilig uit kan. Werkt dat eigenlijk? Ja, het werkt. Ja, het werkt. Je kan het werkt. Heel werkt. Hier de lichtbedjes. En dat had ik. En de parasol, hè? En dit is een parasol, jongens. Het ziet er heel goed uit. Heel duidelijk, de parasol. Ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit. Zeker weten niet. Je hebt alle punten, alle vier de punten. Yes! Dan denk ik dat ik ga zeggen wie ik het mooist vind en wie ik het minste mooi vind. Op mijn vierde plaats, als jullie kijkers mogen beneden natuurlijk in de strappen regelen. Op mijn vierde plaats staat... Matthijs! Wat? Hoezo ik? Dat doe je gewoon expres. Nee, ik vind die... Nee, kijk eens. Ik hoop dat jullie mij op de eerste plek zetten. Voor jou vind ik een beetje onveilig met jou. Niet onder de 16. Het gevaarlijke rapehokje hier. Wat jij het EHBO noemt. De knijterharde matten hier waar je op moet springen. Hoezo, dit is toch baas? Hier kun je tenminste lekker hoog springen. Ja, zonder parallelse shit. Je springt, ja, tak, aaaah! Been gebroken, maar dan kun je gelijk naar de EHBO. Waar je geraped wordt. Op de derde plaats vind ik... Mace. Met een simpel thema, het ziet er wel goed uit, maar een beetje een simpel themaatje. Maar het ziet er niet slecht uit, zeker niet. Tenminste, een mooiere parasol als Matthijs, dus dat is niet een punt. Ja, maar ik mij. Zat te kijken, want hij heeft van die stringsronde gedaan. Ja, dat lukte bij mij dus niet. Ik dacht daar helemaal niet bij na, joh. Nou, in ieder geval ziet het er niet slecht uit, Mace. Maar nu dan, tussen de eerste en de tweede plaats. Het is heel spannend geworden, hè? Dylan, ik hoop dat je voor mij kiest, man. Maar op de eerste plaats heb ik staan persoonlijk die van Joost. Even een applaus voor Joost. Even een applaus voor Joost. Sportief applaus, jongens. Dank je. Omgekocht, sowieso. Maar ik vind, ik vind die van Willem en Joost, ik zeg eerlijk, ze zijn allebei even mooi. Maar ik vind van Joost mooi, omdat hij mooi één thema heeft gemaakt. Ja, klopt. Dat is het enige verschil, anders hadden jullie echt gelijk gespeeld. En natuurlijk de kledinghokjes van Joost, dat is natuurlijk extra punten waard. Terecht. Zeker weten. In ieder geval mensen... Nog steeds hoop ik dat je kijkers anders kiezen, hoor. Voor mij is het toch eens. Ja, dat hoop ik dus ook. Ik vind die van Willem ook heel mooi. Ik ben echt hartstikke benieuwd dat ik die eerste episode gewonnen en natuurlijk weer in mijn nieuwe seizoen en serie van natuurlijk... Wie heeft die piemel daar gebouwd? Dat was ik. Niemand heeft die gemaakt. Dat is, welke piemel? Jongens, stem even lekker naar beneden in de strap op welke van deze vier heren in jouw ogen natuurlijk gewonnen heeft. Want ja, ik bedoel, jullie bepalen het natuurlijk. Laat even weten in de beschrijving weten, in de reactie weten natuurlijk. Een volgende thema van de volgende bouwers. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het meedoen. En dank. Ja, graag gedaan. En zie ik graag aan de volgende video. Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je het super leuk vond weer. Zie ik graag aan de volgende video. Laat het wat zien. En natuurlijk, peace! Later.